maakte de eerste keer. Ja. En dan kan ik over praten. Kan ik zeggen, kind, doe dat nou niet. Hoe kan je dat nou doen? Ja, maar ik hou van hem. Dan zegt ze, dat deed jij vroeger ook. Zegt ze dat. Ja, dat deed ze niet. Ja, waarschijnlijk wel. En aan de andere kant denk ik, je zal het zelf moeten ervaren, want ik kan het je niet leren. Wat heel belangrijk is, en ik denk dat dat verandert in een tweede huwelijk, dat je ervan uitgaat dat je elkaar niet door en door begrijpt. Dat je af en toe gewoon ook in je nieuwe huwelijk alleen staat, dat je het zelf moet doen. Dat al die verwachtingen van, we moeten alles samen kunnen bespreken, we moeten alles samen helemaal aanvoelen. Dit werkt niet, want die ander is anders. En die zal bepaalde dingen in jouw emoties niet begrijpen. Maar dat vind ik dus... Dames, weet je wat, kletsen jullie gezellig even door. Wij moeten er even uit namelijk. Maar... ex-relatie verliest dus in die vergelijking altijd van de nieuwe. Mijn man heeft mij verlaten. Ik hoop dat hij dat meegemaakt heeft. Ja, ja, dat is ook... Ik vind het vervelend. Oh, sorry. Ja, ik heb nu even net het gevoel alsof ik de boeketreeks lees. Is uw kind slachtoffer van seksueel misbruik? Catharina gaat er binnenkort een programma over maken. Bel 0909-0085. Mitsubishi viert het voorjaar met prachtige charisma-aanbiedingen. Want u krijgt bij inruil minimaal 3500 gulden bovenop de ANWB BOVAG-prijs... plus 1 jaar gratis all-risk-verzekering. Plus een uitgestelde betaling. Zelfs op een Charisma Young Car. En uiteraard ook op de Charisma Royal Class. Het bijzonder luxe uitgevoerde actiemodel. Vier het voorjaar en profiteer van de aanbiedingen. Ik ben Jan Roodje uit Kampen. Ik zit sinds mijn 15e jaar in de elektrotechniek, onder andere als reparateur van witgoed. Hardwater veroorzaakt kalkaanslag. Kalk heeft de eigenschap dat ze zich vastzet op elementen. Daardoor krijgt zo'n element een knauw, waardoor er geen warmte meer vrijkomt. Het element brandt door en je krijgt kortsluiting. Calgon voorkomt die kalkaanslag, waardoor een element er zo uit blijft zien. Daarom moet je Calgon gebruiken bij iedere wasbeurt en bij iedere temperatuur. Wasmachines leven langer met Calgon. Pardon? Weet jij misschien hoe laat het is? Morgen, René. Morgen. Voor wereldwijde bezorging zo betrouwbaar dat u de klok erop gelijk kunt zetten. Het is 9:50. Dank je. Oké. Kiest u UPS. Juist als ik niet snel vergeet. En het komt voor elkaar. Ziet je haar het niet meer zitten? Heeft je haar geen fut? Dan is hier Fructis van Laboratoire Garnier, de eerste versterkende shampoo met actief vruchtenconcentraat. Fructis van Garnier, het is bewezen. Je bent zeker. Het vitamine- en fruitzuurconcentraat van Fructis versterkt het haar tot in de diepte en maakt het 2 keer zo sterk. Zoveel glanzender. Je haar glanst met al haar kracht. Fructis versterkende shampoo, gegarandeerd door Laboratoire Garnier. Verhalen over huwelijken op de klippen in Weddings from Hell, morgen om 9:30. De 8 plagen van Rob Campus. Aanstaande zondag de laatste aflevering van de 8 plagen van Rob Campus. Tot nu toe heeft Rob medailles gehaald. Hij is in het nieuws geweest. En hij heeft 1000 vrouwen in vervoering gebracht. En nu is het tijd voor plaag nummer 8. Mijn gast is dan meervoudig kickbox wereldkampioen. En bokskampioen. Lucia Rijker. Dus ik hou mijn hart nu alvast voor de opdracht. Aanstaande zondag, tot dan. Worden vervuld in Geef Nooit Op. Oh. Zeg Hans, hij heeft wel zo'n jas aan, maar kan hij eigenlijk wel knippen? Ja, Pepian knipt als geen ander. Wat ben je mooi! Oh, wat ben je mooi! Ieder mens heeft zijn eigen wens. En Peter-Jan Rens zorgt koste wat het kost dat ze vervuld worden. Geef nooit op. Morgen om 8:00. Nee, maar ik heb ook geen fantasie, geen smaak.
Ja. Ik ben anti-naaimachine. Anti-naaimachine? Er zijn ook mensen die jou dan weer zien als een soort rolmodel. Van nou, hè, zij kan het ook. Een rolmopsmodel, zo even. Ja. Ik zie nu dat ik haar niet dik vind. Ik zou het toch heel spijtig vinden als alle mannen zo dachten. Want dan was ik nou niet getrouwd geweest. Ja! Verlies, ik wil nog even terugkomen op wat ik er straks zei. Dat jij eigenlijk vindt dat je een eerste en een tweede huwelijk niet met elkaar kunt vergelijken. Omdat het zoiets is als appelen en peren met elkaar vergelijken. Daar heb je eigenlijk nog niet zo erg antwoord op gegeven, vind ik. Nou, wat mij opvalt is dat je vaak als je een x-aantal tijd een huwelijk hebt gehad. En je ontmoet een ander. Dat je eigenlijk een oneerlijke vergelijking maakt. Want iemand die je nog niet goed kent, die nieuw is, dat is spannend. Seks is spannend, zijn verhalen zijn nieuw. Dus je vergelijkt eigenlijk het begin van een nieuwe relatie, van een nieuw iemand, met iemand die je al 10 jaar of 15 jaar of 2 of 3 jaar kent. Dat verhaal ken je onderhand wel. En de ex-relatie verliest dus in die vergelijking altijd van de nieuwe. En dat eigenlijk zou je moeten vergelijken van hoe. Vergelijk met hoe jij de eerste half jaar bij je eerste partner voelde. En vergelijk dan dat met je nieuwe partner. Dan denk ik dat het eerlijker is. Het gaat over vergelijkingen. Ja. Maar ik denk, ga je je eerste man niet vergelijken met je tweede in de relatie in bed? De eerste was dat fijner, de tweede was dat fijner. Die vergelijkingen ga ik, dacht ik, trekken. Of niet soms? Nee. Ik denk dat de eerste keer seks belangrijker is dan de tweede keer. Oh, dat blijft, hoop ik. Ja, het blijft wel. Ben ik, oh ja, liever wel. Maar ik denk dat het de eerste keer belangrijker is omdat je jonger bent. De tweede keer is het sowieso anders, want er zijn al kinderen in. Maar uit onderzoek blijkt dat mannen die een tweede keer hertrouwen in het begin van hun nieuwe relatie vaak seksuele problemen krijgen uit schuldgevoel of rouw voor een eerste relatie. Wij krijgen vaak mensen, mannen met erectiestoornissen of seksuele problemen. En dan zie je heel vaak dat ze in die nieuwe relatie toch een soort schuldgevoel hebben, zeker als zij de verlatende partij zijn geweest. En om die seks opnieuw op te pakken gaat lang niet altijd probleemloos. Terwijl als je jong bent en je begint met seks, nou dat wil wel. Ja, en mensen hebben daar ook veel meer schroom in een tweede huwelijk. Nee. Een relatie draait niet alleen om seks. Dat is zo'n klein stukje van een relatie. Dat een relatie je is niet zeggen, veel maar groter. Het is er wel een onderdeel van. Ja. Een klein onderdeel. En je zult een heel klein Pamela, onderdeel. Je zult toch niet kunnen ontkennen dat als een man op een gegeven moment hem niet meer omhoog krijgt, dat dat toch echt een groot probleem is. En dat dat met zijn hoofd te maken heeft. Dat is een vervelend probleem. Maar als dat iets is waar je relatie op moet stranden, is je relatie dus niet stabiel genoeg. Dat zegt Verlies ook niet. Verlies zegt dat het schuld, tenminste als het is, dat het schuldgevoel van een man blijkbaar zo groot is dat hij het moeilijk vindt om met zijn nieuwe vrouw seks te hebben. Ja, en dat heeft dus te maken met wat dan is je relatie sowieso al niet goed, denk ik. Hoezo? Dat heeft niks met je relatie te maken. Dat kan toch met de persoonlijke emoties van die man te maken hebben. Dat hoeft niet aan jou te liggen. Dan moet je over kunnen praten. Je kan overal over praten natuurlijk. Maar ik denk dat het voor een man dan inderdaad een groot probleem kan zijn. En als jij de tweede vrouw in die relatie bent, is dat ook een probleem. Ja, daar voel je onzeker van vaak. Aan de andere kant denk ik, mijn man heeft mij verlaten. Ik hoop dat hij dat meegemaakt heeft, ja. Ja, dat is ook. Vind het vervelend? Dat is ook een standpunt, ja. Ja, ik had eigenlijk een opmerking. Is het niet gewoon het belangrijkste dat je voor je gevoel de ware tegenkomt? En dat het daarom niet uitmaakt of je 1, 2, 3, 4 keer. Nee, daar gaat het helemaal om. Toen is dat mijn huidige man leren kennen. We hadden alleen maar telefonisch contact gehad en hij stond voor de deur. En toen dacht ik, met hem word ik 100. Ik wist het moment dat ik hem zag. Ja, maar, ik heb nu even net het gevoel alsof ik de boeketreeks lees. Nee. Misschien lees je Verlies. Het duurt al 15 Help, jaar. Verlies. Ja, ik geloof gewoon niet. Ik geloof niet in de ene ware. Daar geloof ik echt niet in. Ik bedoel, je bent toevallig in Nederland geboren, toevallig in die stad. En toevallig ontmoet je elkaar op de badkamer bij de vloten van je zus. Ik denk dat iedereen wel met duizenden mensen gelukkig kan worden. Je moet ze alleen tegenkomen. De enige ware, Jacob of Josefina. Klopt. Ik denk dat het niet klopt. Ik ben hem dan tegengekomen. Je bent gelukkig, dat is heerlijk. Maar je had ook met 10 andere mannen gelukkig kunnen worden. Henry, mag ik even aandacht voor Henry? Want Henry was 17 jaar getrouwd. En toen ben je een hele tijd alleen geweest, hè? Nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb toen een relatie gehad.
Ik ben toen weer alleen komen te staan en ik ontmoette mijn huidige vrouw. En ik had aarzelingen om in het huwelijk te stappen. Want je gaat op een gegeven moment ook aan jezelf twijfelen. Van, ligt dit niet aan mij? En ik kan je alleen maar zeggen, dit huwelijk is fantastisch. Ja, je bent met een Poolse vrouw getrouwd. En hebben een heleboel mensen gedacht in het begin dat dat een schijnhuwelijk was, hè? Ja, dat klopt. En hoe lang zijn jullie nu getrouwd? We zijn nu inmiddels 7 jaar getrouwd en mijn knappe dochter van 6 jaar. Ja. Dus dat is wel heel leuk om te horen. Ik vind eigenlijk, Felice, dat we een soort conclusie moeten doen. En dan ga ik even concluderen wat ik nu allemaal gehoord heb. En dan gaan jullie allemaal, denk ik, protesteren. Dus dan weten ze thuis ook of jullie het ermee eens zijn of niet. Je kunt beter niet al te jong trouwen. Ja, waar? Nee. Ja, hè? Ja. Je moet eigenlijk toch jezelf wel goed kennen voordat je in zo'n huwelijk kan stappen. Ja. Het is misschien beter om niet meteen na een eerste relatie, hoppatee, in de tweede te stappen. Zonder meer. Nou, en dan denk ik dat we een aardige hoeveelheid aanbevelingen hebben om in ieder geval het eerste verwacht niet te veel van huwelijken. Oh ja, die was nog vergeten. Die verwachtingen die zijn zo hoog van die anderen. Je zei van net, je gaat de tweede huwelijk in met verwachtingen. Klopt. En wij zijn het tweede huwelijk allebei heel open. Nee, maar ik heb het over je eerste huwelijk. Ja. Ik bedoel, daar verwachten we ontzettend veel van. En je tweede huwelijk ben je realist. Nee, je tweede huwelijk verwacht je. Oké, nou, als u thuis nog uit dit rommeltje wijs kunt, dan hebben we toch een aantal aardige aanbevelingen. Om misschien het aantal huwelijken wat in Nederland gesloten wordt wat succesvoller te laten zijn. En dan dank ik jullie in elk geval voor het inzicht dat jullie ons gegeven hebben in jullie ervaringen. De Backstreet Boys, wel of geen bommenpauze in Kosovo. En vrouwen van 40 plus zijn mooier en zelfverzekerder dan de jonkies. Dit zijn, ja, dat schijnt echt zo te zijn. Dit zijn een paar van de onderwerpen waar we onze panelleden straks mee aan de slag zien gaan. Precies, en vandaag zijn dat zakenman en ex. Je zei gisteren ook al seks, dank maar het is ex. Ja, waar het hoofd vol van is. Willem van Kooten, tv-presentatoren Paula Patricio, Jan Douwe Kroeske. En verder in RTL Live project Brieven aan de Toekomst en een spectaculaire rally voor klassieke vrachtwagens. Tot zo na het nieuws van 5 uur. Variaties en bewaar ze in de handige variatiewaaier. Natuurmonumenten zorgt voor ruim 300 prachtige natuurgebieden in Nederland. Als vereniging is Natuurmonumenten afhankelijk van uw steun. Bel gratis 0800 1314 en word lid. Net als Kees Mulder. Kijk, dat zijn nou de eerste schoentjes van mijn kleinzoon. Ik zal het nooit vergeten. Die eerste stapjes. Toevallig was het hier. Een heel bijzonder moment. Kees Mulder werd 28 jaar geleden lid. Ach, zelf was ik er ook vroeg bij. Altijd in de natuur. Wandelen, lekker klauteren. Ook nu nog. Nou ja, klauteren dan niet meer. Tegenwoordig geniet ik rustig met mijn dochter Sandra en mijn kleinzoon van de natuur. Schitterend, zo klein als hij is. Je ziet hem genieten. Sandra is lid van Natuurmonumenten sinds 1981. Gisteren heb ik zijn eerste wandelschoenen gekocht. Kijk. Daar staan ze. Hij weet het nog niet. En zijn moeder ook niet. Maar vanmiddag ga ik voor het eerst met hem een echte wandeling maken. Word lid van Natuurmonumenten. Voor maar 35 gulden per jaar. Bel nu gratis 0800 1314. Dan krijgt u deze gids cadeau. Hou je van Nederland? Dan ben je lid van Natuurmonumenten.
vertel nog eens hoe het hier vroeger was. Vroeger? Kindje, toen kon je echt niet buiten spelen. En zelfs met de fiets naar school. Oh nee, ook dat was veel te gevaarlijk. Auto's reden zo hard. En verkeersdrempels waren er niet. Je moest wel binnen blijven. Dat is lang geleden, oma. Oh, ja. Heel lang. Een half jaar. Als u wilt dat ook uw buurt wordt ingericht als 30 kilometer zone, maak er dan nu werk van. Want 30 maakt je buurt weer prettig. Bel voor meer informatie 0900 330 30 30. De handige variatiewaaier is verkrijgbaar bij supermarkt en slager. Ron Brandsteder presenteert Sterrenflat, morgen om 9 uur. Dit is de televisie van vanavond. Twee vriendinnen hebben last van een stalker in Blauw Blauw. Hij heeft in de straat gestaan tot ik vanochtend thuis kwam. Zolang hij niets doet, kunnen wij niets doen. Ben ik verdacht? Ja. En als je niet gauw op zoden flikkert, dan neem ik je mee. En daarna de twee gezichten van de Amsterdamse Zeedijk. Ze willen de Zeedijk afsluiten. Ik zeg, wat krijgen we nou? Ik heb een brief in de trap. Ik zeg, dat gebeurt niet van hoor, zussen, zo, dit en dat. Alles over de beruchtste straat van Nederland. Dan echte en nep-reportages in Schalkse Ruiters. Als je een deur open doet, dan komen ze je meteen tegemoet. Ze kruipen langs je broekspijp omhoog. Ja. Dit is de televisie van vanavond. De wijn. Het RTL Nieuws. Goedemiddag. De enquêtecommissie Bijlmerramp handhaaft zijn ernstige kritiek op het kabinet. De commissie heeft vandaag schriftelijk geantwoord op alle vragen uit de Tweede Kamer. Volgende week is het debat over het Bijlmerrapport. En dan blijkt of de conclusies van de enquêtecommissie...